Want wat hij doet nu, is dat hij heeft een aantal blokken klei. En die staan in de ruimte en die draaien langzaam rond. En er staat een camera op. En dat beeld wordt weer geprojecteerd op de wand. En het mooie is, als je ernaar kijkt op de wand, dan zie je een landschap. Of je kunt een landschap zien. Ja. Uh, en het ligt eraan hoe je focust. Je kunt ook, als je wil, blokken klei zien. He, je ja. kunt beide zien. Dus uh, het maakt je bewust van je blik... En hoe snel je een, een, uh, een object kunt associëren met een landschap. En, uh, en dan is het ook nog in blokken. Dat ja. verwijst een beetje naar ons Nederlandse landschap, wat natuurlijk ook enorm in rasters is verdeeld. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een beetje het spel wat hij uh, speelt met ja. zijn uh, publiek en met ja. de waarneming. Ja, er staat ergens geschreven over hem het werk van Gutke. Stelt onze kijk op de natuurlijke omgeving en het landschap ter discussie. Met zijn werk laat hij zien dat we. wat we als een natuurlijk landschap ervaren. in werkelijkheid gaat over representaties die cultureel bepaald zijn. Een landschap herkennen we volgens Gutke pas als, pa als het past bij een herinnering van een plek die we eerder hebben gezien. Ja. Ja, ja, dat ja. is ook heel mooi gezegd. Dat is ja. weer anders gezegd. Ja, ja. Ja, het is, ja, nee, en het is inderdaad uh, de, de dingen die ik van hem gezien heb, uh, zijn uh, vervreemdend soorten uh, landschappen. Die, uh, uh, ja. Uh, uh, ja, ja. Ja, dat dus inderdaad, die vervreemding die speelt een, een belangrijke rol. En uh, nou ja, als je boven Nederland vliegt, dan denk je natuurlijk dat je een landschap ziet, maar het is ook een volkomen artificieel ja. landschap. Ja, en er is een, uiteraard nog, nog maar heel weinig natuurlijk landschap, zeker hier in Nederland. Ja, en uh, nou, het zet je denken op scherp. Ja, uh, oké, okay, we gaan het zo meteen hebben over de drie andere kunstenaars. We gaan even uh, eerst luisteren naar muziek. Uh, na uh, Ella Gerald zijn we toe aan uh, Louis Armstrong met Summertime. Love to me. I can sing my summer song. Ja, dit was Louis Armstrong met Summertime. Uh, ik ben weer terug bij Margriet. Uh, we, we hebben het gehad over Florian Gutke, die uh, uh, exposeert bij Magic Beans. We gaan nu over naar uh, Marike Overdijk. Ja. ja. Uh, en eigenlijk is dat wel een hele grappige overgang, want uh, Florian, die dus heel erg het artificiële van uh, het landschap om ons, om ons heen uh, uh, laat zien. Marike is ook heel erg met landschap bezig. Ja, Marieke is enorm bezig met het landschap, enorm gefascineerd door het landschap. En in haar werk geeft zij ook een uh, vertaling van het landschap. Laat ze ons een stukje van het landschap be be beleven zoals zij het ziet. En uh, nou, wat er komt is een uh, grote installatie met drie enorme glazen wanden, waarop een um, verglijdend landschap geprojecteerd is. Wat je ziet. Vanuit ook een uh, spiegeltje van een auto. En uh, het is heel mooi, je kan het uh, van de buitenkant bekijken, maar je kan er ook in gaan staan. En dan ben je als het ware even geïsoleerd en dan kan je het op die manier beleven. En uh, haar uitgangspunt is dat uh, we tegenwoordig in een tijd zitten waarin alles zo ongelooflijk aan ons voorbij raast. En uh, dat het, uh, ja. Dat het ook zeer de moeite waard is om af en toe eens even stil te staan bij uh, wat er is aan landschap. Ja, ja. Het, is, uh, dat, uh, het kunstwerk waar je het nu over hebt, dat zijn uh, drie spiegels die uh, ja. uh, tegenover in een, in een driehoek uh, uh, geplaatst zijn, waardoor je ook het landschap dat geprojecteerd wordt als maar in zichzelf gereflecteerd ziet, weerspiegeld ja. ziet. Ja, dus het is een, uh, een eindeloze verglijden en uh, zich verdubbelen van het landschap. Ja. ja. Ja, het is een hele belevenis als je erin staat. Ja. Ook als je er buiten staat. Ja, ja ook, ook als je het van een afstand ziet, dan ja. heeft het iets, iets, uh, uh, bijna iets eenzaams als iemand in zijn eentje in het ja. uh, object staat. Ja. Maar ook een, ik denk ook, een, ik, tenminste ik ervaarde het ook als een hele prettige eenzaamheid. Een hele prettige uh, contemplatief moment, zeg maar. Met, uh, uh, waardoor je geconfronteerd wordt met een bepaalde wijsheid en grootsheid en... En dat eindeloze verdubbelen. Ja, en uh, staat zij met meer werk uh, uh, bij Magic Beans? Ja, uh, er komt ook een werk waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben. Dat heeft ze beschreven. Dan uh, ga je uh, kijken door een periscoop en dan uh, tast je de kruin van de grootste eik van Nederland af. En het lijkt mij prachtig. Dus wat je dan doet. Is dat je als het ware uh, inzoomt op, op, op die takken die natuurlijk nu kaal zijn. En het, het, nou, ze heeft het mij beschreven, maar uh, het, het lijkt mij dus echt prachtig om dat te doen. Dat is dus eigenlijk weer inzoomen op een stukje uh, natuur. Ja. En ook op, gewoon uh, kijken naar hoe naar de structuur. Even stilstaan bij de structuur van uh, ja, en de schoonheid. Van iets wat eigenlijk zo alledaags is en waar we zo snel aan voorbij lopen. Ja, ja, ja Nou, bijzonder. Uh, er is nog een, een, een andere vrouw die meedoet, Letitia Colella, en zij is echt heel onlangs afgestudeerd aan de Rietveld Academie. Ja, zij is in juli afgestudeerd. Ja, ja. afgelopen juli. Oké. Okay, uh, kun jij over haar iets vertellen? Ja. Um... Uh, wat mij enorm is bijgebleven van haar uh, lezing, die zij uh, voorafgaand aan haar eindexamen gaf, is dat zij als kind op een gegeven ogenblik uh, uh, een moment had dat ze niet meer in het hier en nu is. Dus kinderen spelen en zijn eigenlijk voortdurend in het hier en nu. En dat er ineens een moment was waarin het bewustzijn meer ging naar het verleden en de toekomst, waarin het veranderde. En zij heeft dat ook als een soort verlies gevoeld. Ik vond het heel mooi hoe ze erover vertelde. En, en, en die ervaring, denk ik, ligt enorm ten grondslag aan haar werk. Um, haar eindexamenwerk ging heel erg over... Het was een prachtige installatie met meerdere schermen. Ja. Ja. Waarin uh, de beleving van tijd uh, als het ware aan de orde werd gesteld. Dus je ziet een aantal scènes en er loopt bijvoorbeeld een bal door die scènes heen. En iemand anders loopt daar doorheen. Dus um, het, gaat, het gaat over tijd, een waarneming van tijd. En uh, de installatie uh, die ze uh, gaat maken voor de SPK, die refereert daar ook weer aan. Het wordt een... Uh, een hele mooie uh, projectie van een macro-opname van een druppel. Ja. Dus je ziet een, uh, een druppel met daarin een danser. Okay. En op, op een bepaald moment valt die druppel naar beneden. En daaronder heeft ze een bassin gemaakt. Die druppel valt natuurlijk niet echt in het bassin, want het is virtueel. Het is een videobeeld. Ja. Maar op het moment dat die druppel valt, zie je allemaal rimpelingen in het water. In het echt dus. In dat echte water, in het echte bassin. En je hoort ook een geluid. Dus het is ook het spel tussen het, de virtuele werkelijkheid en de echte werkelijkheid. En uh, binnen die projectie van die uh, druppel is het een heel mooie tegenstelling tussen uh, ja, de zwaartekracht, de druppel die gaat vallen en de danser die omhoog wil. En voor haar is het een haiku. En dat is Japans voor een combinatie tussen uh, een haiku. En een uh, kunstwerk. En uh, het gaat er eigenlijk om dat je even een andere kijk krijgt op een heel alledaags ding. Ja. En die danser, dat, uh, uh, dat is wel een, een, een afwijkend ding in het. Uh, wat, 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 wat doet die danser daarin? Nou, je, 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 kijkt dus in die druppel die als een lens gaat fungeren. En daarin zie je weer spiegeld een danser. Maar omdat een druppel bol is, je ziet het eer, je ziet het A ondersteboven. En soms zie je een bolletje. En dat, dus de danser die wordt vervormd tot een bolletje. En die komt uit het niets ineens weer als een lange figuur tevoorschijn. Ja. Het is heel, heel mooi wat je ziet. Okay.